Dames en heren, van harte welkom op de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018. U krijgt al een hand via de voorzitter van wethouder Gitta Luiten. Dat ook dat op die manier ook geregeld is voor de efficiëntie, doen we dat op deze manier. Bij de opening kan ik mededeling doen van afwezigheid van mevrouw Soeten en de heer Bak en de heer Van der Wel. En voor het overige zijn we compleet. Mededelingen verder niet te doen. Actuele vragenronde. Agenda punt 2, behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde. Dat is niet het geval. Dan brengt ons bij agenda punt 3, vaststelling van de agenda van deze vergadering. Akkoord. Dat is akkoord. Agenda punt 4, het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om te spreken bij een van de punten. Dan kunnen wij doorgaan naar agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 mei, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen gemaakt, ook nu niet. Daarmee kunnen we de besluitenlijst vaststellen. Al dus besloten. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. Allereerst agenda punt 6. Verplaatsing kanovereniging Hardenberg-Vechtdal. Ik vraag nu wie wil daarover het woord voeren. De Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA, PVD, D66, anders niets. Nee, begin ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jonkhans van achter het spreekgestoel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben het voorstel gelezen en we zijn niet zo gelukkig met het voorstel. Met name in het voorstel verwoorde locatie voor die kanovereniging. Inmiddels heeft zich hier natuur ontwikkeld met onder andere de patrijs. En dat is een kwetsbare vogel die op de rode lijst staat. En dat betekent dat hij enige mate van bescherming geniet. Dat je daar niet zomaar wat dingen kunt gaan doen. De afgelopen weken zijn gebruikt om wat beter te kijken naar alternatieven om tot een gecombineerde oplossing te komen voor zowel de watersportvereniging WSV en de kanovereniging. En zometeen zal de ChristenUnie, dat wist u nog niet, maar die gaan een amendement indienen. En dat verklap ik alvast, daar doen wij aan mee. Maar dat gaat de ChristenUnie zometeen vertellen. We hebben nog wel een vraag. Want er kan al wel een tipje van de sluier op het liggen. Wij denken dat het een alternatieve locatie wordt, dus niet op die plek. En mocht dat amendement het halen, je zou het maar zomaar eens kunnen voorstellen dat dat het geval zou zijn, dan rest de vraag of de bestemming die nu nog op de locatie zit waar de kanovereniging gepland was, of die er dan niet af kan. Inmiddels hebben zich daar natuurwaarden ontwikkeld. En in de afgelopen periode is er geen enkel serieus initiatief geweest voor die plek. Het is dan niet ongebruikelijk om de bouwmogelijkheid eruit te nemen en het bestemmingsplan daarop aan te passen. Dit zou dan tegelijk kunnen met het wijzigen met het bestemmingsplan die een gecombineerde voorziening mogelijk kan maken. Graag een reactie hierop van de wethouder. Ik mag hier maar even bij laten. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Odink. Dank u wel, voorzitter. Wat voor ligt is eigenlijk best een prachtig plan. Als we kijken naar de verplaatsing van de kanovereniging, de voorgestelde verplaatsing van de kanovereniging, als we kijken naar het CPO-initiatief, zoals dat zeg maar, een collectief particulier opdrachtgeverschap, zoals dat op een gegeven moment is handen en voeten gegeven voor een mooie locatie op de Anacano-vereniging met appartementen, lijkt ons er allemaal een prima plan toe. Echter, als we kijken naar zeg maar, meerdere initiatieven rondom de Vecht en ook rondom de Vechtpark, en als we dan ook kijken naar initiatieven vanuit de watersportvereniging, dat bracht ons op een gegeven moment het idee dat we eens moeten gaan kijken van, joh, kunnen we niet dingen gaan clusteren? Kunnen we niet op een gegeven moment gebruik gaan maken van multifunctioneel gebruik van? Dat heeft op een gegeven moment er ons naartoe gebracht om te kijken van oké, kunnen we dat eventueel afdwingen via een motie? Nou, die bleek op een gegeven moment wel heel erg robuust. Dus op het laatste moment hebben we gezegd van oké, laten we dan van de motie afzien. Laten we het oude college nog gaan vragen om te kijken of kunnen we komen tot een verplaatsing naar nu toe, naar de bespreking nu. Dan hebben we ook te maken met zeg maar, het nieuwe college. U als raad heeft daar zeg maar, ook mee ingestemd.
En wat nu feitelijk voor ligt, is dat we zeggen van college, doe nog eens aanvullend onderzoek samen met de watersportvereniging en het kano-bestuur. Op een gegeven moment zeg maar om ook het gastheerschap meer handen en voeten te geven en ook te kijken of multifunctioneel gebruik mogelijk is. We hebben op een gegeven moment ook gesproken met, met een voorzitter-adviseur vanuit het CPO-initiatief. Wij willen dat CPO-initiatief absoluut niet frustreren. Hè? Dus we hechten ook heel veel waarde als fractie. Maar ik denk dat we, kijkend naar de unanimiteit van de motie, waar ik straks ook dit dictum voor zal lezen, dat ook iedereen wel mee eens is dat dat initiatief niet gefrustreerd moet gaan worden. Maar wat we vragen is aanvullend onderzoek naar een andere, betere locatie dan zoals die nu voor ligt. Wij gaan dus ook een motie of een amendement daarvoor indienen. En het dictum luidt: de beslispunten uit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen. 1. Kennis te nemen van de intentieovereenkomst waarin de gemeente en de kanovereniging Hardenberg-Vechtdal afspraken vastleggen over de realisatie en van de kanovereniging, inclusief openbare kleedgelegenheid en oefenvijver in het Vechtpark. 2. Onderzoek te doen naar multifunctioneel gebruik van een clubgebouw en openbare kleedgelegenheid voor de kanovereniging in combinatie met de aanleg van een haventje met overige faciliteiten die getuigen van goed en veilig gastheerschap voor recreanten. Daarbij samen met de besturen van kanovereniging en watersportvereniging Hardenberg andere locaties te onderzoeken naast de nu voorgestelde verhuizing van de kanovereniging naar de Molengoot. En van alle reële locaties de daarvoor benodigde procedures in beeld te brengen die noodzakelijk zijn om deze gecombineerde nieuwvestiging mogelijk te maken, inclusief ecologisch onderzoek. Te onderzoeken of een tijdelijke voorziening voor de huisvesting van de kanovereniging noodzakelijk is en tegen welke kosten, een en ander om het CPO-initiatief niet te vertragen. Toch nog eens een keer duidelijk dat benadrukken. De Raad hierover uiterlijk in oktober, mag eerder, uiterlijk in oktober 2018 te informeren met bijbehorende financiële dekking, onderzoek natuurwaarden, kaders en keuzemogelijkheden van overige onderzochte locaties, zodat deze vergeleken kunnen worden met het oorspronkelijke raadsvoorstel. En gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, ik vind het wel mooi dat zo aan het begin van een nieuw raadsvoorstel dat we ook de unanimiteit in de raad ook op dit dossier hebben weten te krijgen. Dus het zijn niet alleen maar mensen die zeg maar ondertekenen, maar ook mede, alle fracties mede indienen. Tot zover. Akkoord, dit amendement gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en wordt zoals gezegd gesteund door alle fracties in deze raad. Ga naar de fractie van het CDA. De heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een aantal weken geleden spraken wij hier in dit huis over de verplaatsing van de kanovereniging naar de Molengoot in het Vechtpark. Gezien de hoeveelheid vragen die er toen zijn gesteld en de onduidelijkheid is er toen besloten om de definitieve besluitvorming met 2 weken extra uit te stellen. Als CDA-fractie vonden wij dit enerzijds vervelend, aangezien het CPO-initiatief hierdoor een beperkte vertraging opliep. Anderzijds hebben wij de afgelopen weken goed kunnen benutten om gesprekken te voeren met het bestuur van de kanovereniging, de watersportvereniging en de initiatiefnemers van het CPO. En ik kan u wel met rust en met verve zeggen, meneer de voorzitter, dat ik op dit moment, had ik nooit van mezelf verwacht dat ik zoveel zou weten van kano's, maar dat is echt waar. Wij waarderen de constructieve houding van alle partijen als het gaat tot standkoming en ontwikkeling van de plannen en hebben alle gesprekken al zeer plezierig ervaren. Maar hoe gaan we nu verder? Het CDA vindt het belangrijk dat mensen steeds meer eigen regie nemen over hun eigen leefomgeving. Een CPO-initiatief, en meneer Oling zei het ook al, een collectief particulier opdrachtgeverschap, is een manier van bouwen waarbij inwoners zelf de rol van projectontwikkelaar op zich nemen. Als CDA zijn we ontzettend blij met het CPO-initiatief dat ontwikkeld wordt en zijn ontzettend benieuwd naar de verdere ontwikkeling van deze plannen. Maar daarnaast vinden wij ook dat wij op een verantwoorde wijze moeten omgaan met onze overheidsfinanciën. En dat we waar we dat kunnen, slimme constructies moeten vinden in het gemeenschappelijk gebruik van gebouwen en initiatieven. We dienen daarom samen met andere partijen een amendement in waarbij we het college oproepen om samen met de initiatiefnemers van het WSV en de kanovereniging te onderzoeken of het mogelijk is om tot een gemeenschappelijke invulling te komen van een nieuw te bouwen kanogebouw. Het CDA
heeft daarbij wel één belangrijke voorwaarde, en meneer Olin refereerde daar ook al aan. En dat is het CPO-initiatief geen ernstige vertraging oploopt. En dus zouden de onderzoeken separaat moeten kunnen worden uitgevoerd met de uitvoering van de huidige plannen. En wij horen graag of de portefeuillehouder hier, hoe die daar hier, sorry. En we horen graag hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt en of hij op dat vlak ook kansen ziet. Tot zover. Akkoord, dank u wel. De fractie van de VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn verheugd met het plan zoals het nu voor ligt, met name het amendement. Maar in het bijzonder, de heer Odink bijzonder veel werk voor heeft verricht, de regie heeft gevoerd. En ik begrijp is, meneer Brink heeft zich daar ook bij gevoegd, ook veel gesprek gevoerd, waarvoor collectief dank. Want wat er nu ligt, vinden wij een mooi voorstel. Ik vind het ook wel wat jammer dat het zover heeft moeten komen. Gesprekken zijn al vanaf 2016 gaande en de raad corrigeert. Maar het was wat ons betreft prettiger geweest als we iets eerder betrokken waren geweest hier. Want het had nu een beetje de sfeer van de kamervereniging moet verplaatst worden, anders gaat CPO niet door. Maar daar lijkt dan nu een oplossing voor gevonden. Wij zouden prettig vinden dat nu van deze gelegenheid toch gebruik wordt gemaakt door een wat breder plan te trekken ten zake de Vecht. Dus een plan te maken voor algehele recreatie in, op en rond de Vecht met ruimte voor die recreatie, maar ook in het bijzonder voor de natuur. Dat dus niet overal wat ontstaat, maar op één punt en bij voorkeur één haven met faciliteiten voor alle gebruikers en een overleg met alle gebruikers. En wat ons betreft zou dat mogen in aansluiting op het centrum, waardoor er een win-win situatie ontstaat voor recreatie, natuur, maar ook centrumontwikkeling. Dus geen extra aanleg plaatsen we laatst in het coalitieakkoord dat u nog iets van plan bent richting Gransbergen. Nou, dat lijkt wat overdreven in onze beleving. U zou ons plezieren door even de plannen weer bij elkaar te gooien en één locatie op één plek. Tevens zou ik willen vragen, en ik heb het in de Oronderleven aangegeven, om de structuur van de erfpacht nog eens te overwegen. Want u ziet nu hier dat u wat in de voet geschoten wordt door de juridische constructie. U hebt in 1996 geloof ik al de erfpacht weggegeven. Weggegeven zeg ik bewust tegen een betaling van de kanon van 50 euro, dat is nu 50 gulden, dat is nu 25 euro. En je ziet er dat als je die erfpacht dus terug wil om iets te transformeren of her te bestemmen en conform algemeen belang, dat het gewoon niet lukt, dat je in een slechte onderhandelpositie komt. En wat ons betreft, ik zie ook eigenlijk geen enkele noodzaak om erfpacht af te spreken als er geen directe financieringsbehoefte bestaat bij de vereniging zelf. Immers erfpacht is gewoon eigendom, dat geef je een onderpand als je zult financieren, dat heb je niet nodig, dan zouden wij het niet doen. Dus twee vragen wat ons betreft aan de portefeuillehouder. Zou je willen kijken naar één plan voor de hele Vecht? En zou je nog juridische deskundigheid willen inwinnen ter zake de erfpacht om daar in het vervolg een betere constructie voor te bedenken? Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Tot slot de fractie van D66. Voorzitter, zou ik meneer Gelling nog een vraag mogen stellen? Ja. Meneer Van den Berg, vraag aan de heer Gelling. En meneer Gelling die spreekt over in het coalitieakkoord staat een haven in Gransbergen. En hij geeft daarbij aan van ja, wat mij betreft hoeft dat niet en doe dat dan mooi in Hardenberg. Dus meneer Gelling is eigenlijk van mening dat alles wat weer naar Hardenberg moet en Gransberg niks hoeft te krijgen. Nee hoor, dat is meneer Gelling maar niet van mening. Want in Gransberg is al een haven en ik denk dat het wat niet bedoeld kan zijn is om de Vecht overal dingen neer te zetten. De Vecht heeft een hoge natuurwaarde, althans dat denken wij, die moet nog onderzocht worden. Het is 7 jaar geleden dat het laatste onderzoek gedaan is. Het heeft niks te maken met Gransberg, wel of Gransberg niet. Het is ook niet zo dat als we ergens een school neerzetten, dat ze die in Lunteren ook moeten hebben. Hè? Want je maakt een wel overwogen verdeling hier als gemeente. Daar zijn wij voor. En ik vind het misschien wat al te gemakkelijk om te constateren dat Gransberg geen haven zou mogen hebben. Ik denk dat het goed is om één hele goede haven te maken en juist het natuurbehoud ook mee te laten nemen in deze besluitvorming. Voorzitter, als het nog een keer mag. Ja, als CDA-fractie zijn we van mening dat ook een haven in Gransbergen kan bijdragen aan de ontwikkeling van het centrum in Gransbergen. Dus wat dat betreft, voor het CDA betreft, ja. Zal er in Gransbergen nog zeker een havenje bij mogen. Nou, zien we dat plan graag te goed. Ik dacht dat het bij het gat van Joosten was en dat is nogal ver van het centrum af. Maar als u... het is een vraag aan het college. Mijn mening kent u en ik wil Gransbergen niks tekort doen. Maar het lijkt ons verstandig om het natuurbehoud hier ook mee te nemen. En daar rekenen we niet overal maar havens neer te leggen. Ik denk ook niet dat er zoveel behoefte is overigens aan zoveel havens op zoveel verschillende plekken. Akkoord, dank voor deze korte gedachtenwisseling tussen het CDA en de VVD-fractie. Het woord is aan de heer Rodemond, D66. Voorzitter, dank u wel. Wat een genot om te horen dat de collega's van de VVD zich zo druk maken over natuurlijke ontwikkeling in deze gemeente. Ik sluit me daar graag bij aan wat dat betreft. En dat is ook de kern eigenlijk een beetje van het betoog wat ik hier wil voeren.
Allereerst mijn dank en complimenten aan de heer Odink. Dat werd al eerder gezegd voor het vele werk wat is verricht rondom het amendement wat is ingediend. Meneer Brink, die hem heeft bijgestaan, ook onze complimenten en dank aan uw kant. Wij dienen graag mede in omdat dit amendement recht doet aan datgene wat wij vinden en vonden rondom dit thema, maar eigenlijk ook rondom andere thema's als het gaat over het gebruik maken op meerdere manieren van de openbare ruimte. Hardenberg is relatief klein, zij het dat we een mooie gemeente zijn, toch relatief klein in oppervlakte. En we moeten dus ook verschillende functies op 1 vierkante kilometer kunnen tolereren. En dan gaat het over natuur, dan gaat het over recreatie, wonen en over bedrijvigheid. En natuurlijk moet je dan een goede afweging maken. En eerlijk gezegd vond ik in de afgelopen besprekingen rondom de verhuizing van de kanovereniging de reactie van het destijds college een wat technocratische benadering. Wat mag, dat hoeft niet wat ons betreft. En het amendement wat de ChristenUnie heeft voorbereid en wat wij dus mede ondertekenen doet recht aan juist dat punt. Het mag, dat klopt, maar we hoeven natuurlijk niet op allerlei plekken allerlei zaken te bouwen om op die manier recht te doen aan recreatie, maar daarmee de natuurlijke waarden te verstoren. Want juist die natuur en juist die vecht behoeft van ons geen onderzoek. Dat is een natuurlijke waarde in Hardenberg die wat ons betreft behouden en gekoesterd moet worden. En met name daarom vinden wij A, het voorstel een mooi voorstel, maar met name ook omdat we dus raadsbreed hier een kleine wijziging hebben aangepast gemaakt, zodat we wat meer oog hebben voor, nou ja, nogmaals, meerdere functies die wij hebben te bekleden. En daar wilde ik het bij laten. Goed, dank u wel. Daarmee zijn alle fracties die een inbreng wilden hebben in dit stadium aan het woord geweest. Er ligt één amendement. Ik denk dat het goed is om richting het college te kijken. De heer Breukelman, om naar de beantwoording van een paar vragen nog te kijken, maar vooral ook richting het amendement. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat het college betreft ligt er een mooi voorstel ter tafel. Een voorstel waarbij een ontwikkeling wordt gedaan in het kader van CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap voor de bouw van een aantal appartementen. En daarvoor zal de kanovereniging verkassen. En zij hebben ook in de constructieve gesprekken die wij hebben gevoerd, zijn zij daarmee akkoord gegaan om een nieuwe vestiging te vinden in het bestemmingsplan Molengoot. Een bestemmingsplan dat unaniem door de raad is vastgesteld, waarin 2000 vierkante meter bebouwing plaats kan vinden. We gaan daar een fractie van invullen, in ieder geval in het plan zoals het voor ligt. Daarvoor vragen wij ook kredieten van 570.000 euro. 400.000 euro daarvan is bedoeld dan voor, zeg maar, de kanoactiviteit. En de rest is bedoeld ook voor de recreatieve kanoer, oftewel het openbare gedeelte van die accommodatie. En in het kader van ecologie kan ik u zeggen van, nou ja, hebben we vorige keer ook aangegeven, de vorige wethouder, van dat is meegenomen destijds in het vaststellen van het bestemmingsplan. Gezien het aantal jaren zou het best kunnen dat we daar nog wat aanvullend onderzoek moeten doen. Als je daar gaat bouwen moet je altijd vanuit, zeg maar, de MB-wetvergunning kijken of daar nog maatregelen genomen moeten worden. In het kader van ecologie en de zogenaamde mitigerende maatregelen zouden we het dan over kunnen hebben. Maar voorzitter, na al die positieve woorden besef ik mij ook wel dat er nu een amendement ter tafel ligt. Een amendement dat in de overwegingen zegt geen vertraging te willen in het kader van het CPO-initiatief. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon een mooi uitgangspunt, alleen ik zit zelf even met de vertaling daarvan. Want als ik dan kijk naar datgene wat u besluit, u gaat zeg maar het vorige besluit wijzigen door een zestal nieuwe bullets. En daar staat bijvoorbeeld ook geen krediet meer. En geen krediet betekent geen ontwikkeling. Dus in die zin zou ik denken, nou, daar hebben we de eerste vertraging te pakken. Dan zegt u te kijken of onderzoeken of een tijdelijke voorziening voor huisvesting voor de kanovereniging noodzakelijk is en tegen welke kosten een en ander om het CPO-initiatief niet te vertragen. Ja, daarbij zou ik u toch in overweging willen geven dat het de kanovereniging ook is geweest die zegt van, nou ja, wij zitten hier op een prima plek. Ja, daar liggen ook nog een aantal voorwaarden onder die als gemeente zelf geschapen hebben in de jaren 90.
ja, wat je daarvan vindt, ja, met de kennis van nu, wat is dat van uitspraken, hè, toen met de kennis van nu of nu met de kennis van toen. Maar goed, dat zij dan zo. Maar die zitten wel in, daar op een prima locatie. En die zeggen ook, nou, wij zijn bereid om mee te werken. Maar als we het hebben over tijdelijke huisvesting, dan kunnen we het volgens mij alleen maar hebben over tijdelijke huisvesting als er ook zicht is op een permanente locatie. Nou, als ik dan ook zie dat u een aantal alternatieve locaties wilt onderzoeken, dan hebben wij volgens mij nog niet helder wat definitieve locatie wordt. En in die zin, ik heb ook geen krediet voor tijdelijke huisvesting, maar al zou u mij krediet geven voor tijdelijke huisvesting, kan ik daar nog niet zoveel mee uit de voeten, omdat er geen sprake zal zijn van tijdelijke huisvesting, zolang er geen zicht is op een permanente locatie. Nou, dat zijn toch wel een aantal belangrijke randvoorwaarden die aan dit amendement kleven. In die zin werd ik daar wat minder vrolijk van. Maar ik begrijp wel uw signaal als raad dat u hier vanavond afgeeft. En misschien, voorzitter, mag ik de raad daarvoor dan een soort van, ja, voorstel doen, noem ik het maar even. Een voorstel dat toch iets sneller in de tijd staat dan datgene wat u in amendement verwoord heeft. Want dat moet ik tot aan oktober allerlei zaken onderzoeken en dan nog bij u terugkomen. Dan gaat u dan misschien krediet vaststellen en dan zijn we zo weer een heel eind verder in de tijd. En dat is ook een risico voor het CPO-project an sich. Ik zou u willen voorstellen dat u het onderwerp aanhoudt. Dat geeft mij de gelegenheid om als portefeuillehouder ook zelf een keer een gesprek te voeren met de Kamervereniging en met de WSV. Die mogelijkheid heb ik, en dat zult u begrijpen, vanwege de tijd nog niet gehad. Ik denk wel dat het goed is om dat ook in bestuurlijk opzicht, dat gesprek te hebben. U vraagt ook om alternatieve locaties te onderzoeken. Ja, het is niet zo dat dat nooit gebeurd is. Sterker nog, we hebben als organisatie ook samen met de Kamervereniging gekeken van wat zijn nou alternatieve locaties voor hervestiging. Nou, vorige keer zijn de oriënterende ronde daar ook al wat voorbeelden van genoemd. Ik geef u daarbij wel een overweging mee dat er ook locaties zijn waar nog een grondexploitatie onder ligt. Dus het kan betekenen dat het bedrag daardoor al fors op gaat lopen. Maar goed, dat zij dan zo. Maar ik stel u voor, ik kan me voorstellen dat u die alternatieve locaties niet voldoende in zicht gehad hebt. Of dat die niet voor u voldoende inzichtelijk gemaakt zijn. Dus ik stel u voor dat ik voor de zomer bij u terugkom. Dat ik daarmee inzichtelijk gemaakt heb de voor- en de nadelen van eventuele alternatieve locaties. Dat ik ook zelf als bestuurder een keer gesprek gehad heb met de Kanonvereniging en met de WSV. Ik weet bijvoorbeeld ook van de Kanonvereniging dat zij, als ik het heel kort af mag maken, voorzitter, ook zaken besproken hebben in hun ledenvergaderingen. Ik weet ook niet in hoeverre dat het geval is geweest bij de WSV. Dus dat zijn zaken die ik graag na wil gaan. Maar dan zou ik wel graag voor de zomer bij je terugkomen. Zodat we ook met elkaar voor de zomer een besluit kunnen nemen. Omdat we anders het risico voor het CPO wel erg opvoeren. Want oktober is best wel een eindje van hier vandaag. Akkoord, dank u wel. U doet eigenlijk een procedurevoorstel met een aantal toezeggingen ook. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de raad. Maar ook toch proberen de snelheid erin te houden. Wie wil daarop reageren? De heer Rodemond en de heer Odink. En de heer Jonkhans. Ik begin bij de heer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik ben even benieuwd, hè, als u kijkt over van zonder krediet geen ontwikkeling. Wat gaat u doen de komende maanden in afwijking van datgene wat hier feitelijk staat? Hè, want het hoeft wat ons betreft niet dat je tot oktober wacht. Hè, dus ik heb al het idee dat met uw initiatief u eigenlijk al een deel of een groot deel van dit amendement omarmt. En wat mij opvalt, maar goed, dat is misschien ook, hè, een en het ander om het CPO-initiatief, ik zie dat daar iets in gewijzigd is, niet te vertragen. Niet significant te vertragen, was zeg maar even de origineel zoals ik die had ingestuurd. Dat er een kleine vertraging is, hè, dat zou eventueel kunnen, zeg maar. Maar het gaat ons niet om het CPO-initiatief in die zin te frustreren. Dus ik ben even op zoek naar, wat gaat u anders doen dan wat hier feitelijk al staat? Want dat mag voor mij ook, hè, het hoeft niet oktober, dat mag voor mij ook gewoon in die zin eerder gebeuren. Ja, voorzitter, omarmd, dat zijn misschien, laat ik die interpretatie van het amendement laat ik bij u. Want ik heb geprobeerd te schetsen de lijn die ik voorsta, waarom ik dit een mooi voorstel vind. U zet daar wat tegenover. En daarvan zeg ik, ja, u richt er weliswaar op oktober, maar als ik nu akkoord ga met dit voorstel, daarmee is zeg maar het voorstel dan ook wel eventjes van tafel. En dan heb ik liever dat u het aanhoudt.
dat ik op korte termijn ga proberen om in gesprek te gaan met de betrokkenen. Dat ik ook voor u inzichtelijk maak wat de voor- en nadelen van alternatieve locaties waren. En dat we wel met elkaar voor de zomer nog een besluit nemen. En dat besluit zou dan kunnen zijn dat het of de molengoot wordt of dat hij toch voor een andere locatie kiest. Meneer Odink. Ik ben even op zoek naar... We kunnen ook een rondje maken even langs de andere vragen. Ja, maar ik ben even op zoek naar wat uiteindelijk zeg maar in die zin afwijkend is. Hè. Het zal er met krediet. Hè, u moet sowieso op basis van ecologisch moet u een onderzoek gaan doen. Hè, ook in het huidige gebied, zeg maar, naar wat nu zeg maar zeer veel houdt, moet u ecologisch onderzoek gaan doen. Dus die tijd die heeft u sowieso ook nodig. Dus ik ben even, ik heb nog niet helemaal scherp wat er... Bij het vaststellen van het bestemmingsplan, 2007 geloof ik, is al gekeken naar de component ecologie. Het is ook nu nog maar helemaal de vraag of dat überhaupt een probleem gaat zijn. Maar als het een probleem is, dan komen we er altijd achter bij het bouwen van het bouwwerk, namelijk bij de NB-vergunning, waar we kijken van, zijn er nog ecologische aspecten waar we rekening mee moeten houden? Ja, dus u heeft wel een punt dat je zegt van, nou, dat komt sowieso aan de orde. Alleen ik kan me voorstellen dat er ook al gekeken is naar andere, ik weet dat er ook wel gekeken is naar andere alternatieve locaties. Die hebt u misschien niet inzichtelijk en die zou ik graag u op korte termijn inzichtelijk maken. In die zin probeer ik in wat dat betreft het tempo ook voor het CPO-project er iets meer in te houden. Maar als u mij nou praat tot oktober en ik moet nog hele uitvoerende onderzoeken gaan doen, wat volgens mij niet aan de orde is, dan levert dat veel meer vertraging op. Neem het stuk nu aan, is daarmee het stuk ook even van tafel, want dan heeft u ook zeg maar, de bullets die gaan over het krediet voor het huidige plan, ja, die heeft u dan al vervangen in het amendement. Plus, ik kan ook uit het amendement, als het gaat om tijdelijke huisvesting, ja, daar biedt u wel de mogelijkheid toe. Alleen heb ik in praktische zin kan ik daar geen invulling aan geven, omdat ik voor de vereniging geen permanente locatie kan schetsen. Ik denk, wat ik begreep, ook vanuit onze gesprekken die we gevoerd hebben, met onder andere met het CDA, is dat de voorgestelde locatie, de Molengoot, van de kanovereniging, van het bestuur van de kanovereniging en ook van de leden van de kanovereniging, niet de meest ideale situatie was. Men heeft er wel mee ingestemd, maar als je ze diep in het hart kijkt, zeg maar, zouden ze bij wijze van spreken ook het liefst aan de vecht zitten. Dus, en dat zou een van die alternatieve of beoogde alternatieve locaties kunnen zijn geweest. Om terug te komen, dus ik denk dat die best op een gegeven moment, als die naar een nog betere locatie kunnen komen dan nu de voorgestelde Molengoot, dat men daar ook best zeg maar, misschien wel tijdelijk voor zou willen openstaan. Het gaat er gewoon om dat we het CPO-initiatief niet willen frustreren. De snelheid, daar ben ik met u eens. Die hoeft niet te rapporteren in oktober, dat mag inderdaad ook voor de zomer. Het amendement geeft het ook aan, uiterlijk in oktober. Puur ook om zeg maar, die druk erop te houden, zodat we op een gegeven moment de intanden niet frustreren. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat goed onderzocht wordt dat er sprake is van multifunctioneel gebruik. En als we dan recht willen doen aan datgene wat we hier met de raad, met elkaar zeg maar, uiteindelijk hebben besproken, dan denk ik dat dat het beste verwoord is, ook getuigd wat zeg maar, de fractieleden afzonderlijk hierover gezegd hebben, dat dit amendement het beste verwoord wat we met elkaar voorstaan. En ik zou u toch dringend willen adviseren om zeg maar, dit amendement ook in die zin ter harte te nemen. Ik constateer dat het wel lastig is als een gemeente afspraak maakt met een partij en er worden sluitende afspraken over gemaakt, dat een partij later zegt van ja, we zouden toch liever nog in plaats van zilver voor goud gaan. Maar goed. Dat is lastig hè? Voor een bestuur en voor een college. Als er afspraken worden gemaakt dat in een ander stadium daar weer overheen wordt gekomen. Ik memoreer het alleen, u hoeft daar niks mee te doen. Ik neem er kennis van, ik meld u dat ook even. Dat is lastig. Ik ga even een rondje maken. Voorzitter. De heer Jonkhans en dan de heer Rotemans. Ja, de wethouder geeft aan van ja, u kunt die onderzoeken wel krijgen over die alternatieven. Maar ik wil toch even aangeven dat de wethouder, en dat is niet uw persoon, maar de wethouder heeft in een vorige bijeenkomst aangegeven dat dat puur en alleen... alternatieven waren voor de kanovereniging. De essentie van het amendement gaat juist om een combinatie met de watersportvereniging, waarvan het college in de vorige oriënterende ronde zelf heeft aangegeven dat men daar graag ruimte voor wil zoeken. Nou, dat is opgepakt door de raad. Wij geven in dit amendement aan van ga dat nu samen doen. We hebben daar ook gesprekken voor gevoerd. Dus er is nu een andere situatie ontstaan. Dus ik vind het dan een beetje flauw om te zeggen van nou, ik geef u die onderzoeken en dan redt u ermee. Ja, die vliegen gaat niet op. Nee, voorzitter, dat vind ik wat toch wat afbreuk doen aan de bijdrage die ik zojuist geleverd heb. Zo kwam die wel op mij over. Akkoord. Dan zou ik dat misschien verkeerd verwoord hebben. Maar het is, laat ik het anders zeggen, het is niet zo
dat er nooit stilgestaan is bij alternatieve locaties. Ik weet alleen niet of die voor u voldoende in zicht gebracht zijn. Blijkbaar niet, want u vraagt heel nadrukkelijk in uw amendement om alternatieve locaties te onderzoeken. De heer Jongens. In combinatie met de watersportvereniging. Ja. En daar is bij de vorige beraadslagingen is daar never nooit niet over gesproken. Was alleen de kanovereniging een issue en verder niet. En als u dan nu zegt van ik wil er niet flauw over doen, u kunt die alternatieven krijgen, dan stel ik vast dat dat alleen de alternatieven zijn die voor de kanovereniging zijn. Terwijl de charme van dit amendement zit erin dat er juist naar een combinatie wordt gezocht. Voorzitter, ik wilde toch nog inderdaad ook even duiden dat zeg maar juist ook, hè, dus op basis van de memo vanuit de raad, is er aangegeven dat er één gesprek is geweest in een vroegtijdig stadium met het bestuur van de watersportvereniging. We hebben bij de watersportvereniging gezeten en die hebben ons expliciet aangegeven dat de sluizen zeg maar dit jaar in Junnen en in Diffelen opengaan en dat wij vanaf volgend jaar zeg maar de eerste gasten en recreanten kunnen verwachten. En het is die sense of urgency die het bestuur ons ook heeft meegegeven, ook naar u toe. En dat hebben we ook mee proberen te nemen inderdaad. Het doet recht aan meerdere partijen voor wat betreft het multifunctioneel gebruik. En dan moet je inderdaad ook andere keuzes maken of andere plekken zeg maar, langs de vecht moet je gewoon ook in overweging nemen. De heer Rodemond, nog behoefte om te reageren? Alleen nog even een vraag aan de portefeuillehouder, als hij het heeft in zijn beantwoording over een gesprek dat hij wil gaan voeren, nogmaals met de watersportvereniging en de kanovereniging. En de portefeuillehouder noemt dat iets later de betrokkenen. Mis ik daarin toch wel eventjes een excuses als ik daar wat te veel op hamer. De mensen die gaan over de natuurwaarden. Ik hoop eerlijk gezegd dat de portefeuillehouder ook die partijen meeneemt in de gesprekken en de weging op het gebied van het voorstel ook laat aan de raad. Want de alternatieven die zijn geschetst, die zijn ook in de vorige besprekingen wel naar voren gekomen. Die heb ik in ieder geval gehoord. En vandaag, maar ook destijds, werden vooral de financiële consequenties daarbij meegewogen. U noemde het al, er is een bestemming onder het gebied wat ook als alternatief was aangedragen. Dat kan dus voor meer kosten gaan zorgen. Ja, laat dan de raad ook een keuze maken tussen ofwel meer kosten of een natuurlijke waarde voor de vecht. Dat zou ik wel dan graag terug willen zien. En anderszins denk ik dat het een goed voorstel is om inderdaad het tempo erin te houden. Voorzitter, nog iets aan toevoegen? Ja, de heer Brink. Nou, ik had mijn handen niet opgestoken, maar ik kwam mijn microfoon wat houden. Maar goed, dat te zeggen. Wat ik de wethouder wil zeggen zijn een paar dingen. Onderzoeken toch nog of meer inzicht geven in andere locaties. De snelheid erin houden. In gesprek gaan met de WSV en met de kanovereniging. Het is trouwens die kanovereniging, het gesprek wat meneer Ordinger refereert. Daar was ik inderdaad bij. Maar die kanovereniging heeft ook in hetzelfde gesprek aangegeven dat het wellicht niet de hoofdprijs is, maar dat ze heel blij zijn met de oplossing die er nu ligt. Hè. Dus het is niet zo dat zij nu achterlangs proberen om een nog betere locatie te krijgen. Het is geenszins het geval. Het was een constructief overleg, dus die wil ik hier wel even rechtzetten. Want zij zijn zeer blij met de oplossing die er nu ligt. Snelheid vind ik ook heel belangrijk. Enerzijds, omdat het hier dezelfde raad is geweest die heeft gezegd, dan zou het toch mooi zijn als wij woninitiatieven uit de samenleving krijgen. Nou, die ligt er nu. Dus dat CPO moet je zeker niet verder vertragen. Dat kan ook niet, want dan wordt het risico te groot. Dus laten we daar met elkaar voor waken. En dan ben ik heel blij dat u die toezegging doet om toch ook de snelheid erin te houden. En ik wil eigenlijk wel voorstellen, want ik vind de lijn die u schetst eigenlijk helemaal niet zo'n hele rare. En ik zou eigenlijk wel aan de raad willen voorstellen om even te schorsen. Zou we even kunnen bekijken hoe we tot een goede oplossing kunnen komen met elkaar. Voorzitter. Daar kan ik op zich mee ingaan, waar het niet dat ik dan wel even nieuwsgierig ben naar mijn vragen en met name dan de beantwoording natuurlijk. Is het een idee dat ik de wethouder vraag om daar nog even op te reageren en dat dan even een rondje maken of kijk, even een aantal minuten schorsen? Wat ik ook bedoeld heb te zeggen met dat ik graag als bestuurder ook een gesprek zou willen met zowel de Kano als de WSV. Dus even, nou, want ik zoek ook die combinatie daarin, dat ook de opdracht die u in het amendement verwoord heeft. Daarbij zit ook nog een stukje het openbaar gebruik, hè, voor de recreatieve kano, zeg ik dan maar even. En u vraagt daarbij van, ja, kijkt u daarbij ook zeg maar, naar de mensen die voor het natuurbelang al komen? Uiteraard is dat het geval, dat zullen we ook bij alternatieve locaties doen. Ik zeg daarbij wel dat zeg maar, het bestemmingsplan Molengoot in het Vechtpark
een bestemming is die gevormd is naar overleg met de verschillende partijen. Dus ook met het waterschap, met de provincie, is iedereen tot de conclusie gekomen dat dat een plek is waar zeg maar die rode vlek, waar het ook vorige keer over had, gesitueerd kan worden. Dus in die zin ja, is dat wel iets waar we ook bij andere locaties bij stil zouden moeten staan. En dat, daarbij komt natuurlijk ook bij dat, nou ja, voor deze locatie worden ook wat middelen aangewend vanuit het vechtpark. En het is maar de vraag of dat bij alternatieve locaties ook het geval kan zijn. Maar dat zullen we terug laten komen in het voorstel dat u dan zult ontvangen. Voorzitter. Er roept toch nog wat vragen op, wellicht. Ja, de Jonkhans en de heer Gelling. Ja, want de wethouder die geeft aan van, kijk eens, die afspraak is vorige of 7 jaar geleden gemaakt. Die plek die is ervoor geschikt en daar is iedereen mee akkoord gegaan. Tuurlijk is dat zo. Maar als je 7 jaar na dato vaststelt dat er wellicht een veel beter plan was, waardoor partijen nog blijer zijn met de gekozen oplossing en de natuur daar ook nog beter bij floreert, zie ik geen reden om dat niet te overwegen. Nee, voorzitter, dat ben ik geheel met de heer Jonkhans eens. De heer Gelling. Ja, voorzitter, de reactie van de wethouder is op zich, klinkt plausibel, waren er niet. Dat het wel een beetje neigt naar, ik doe het nog een keer het hele proces, om vervolgens weer uit te komen bij dezelfde uitkomst. En dat lijkt iets wat niet helemaal de bedoeling is, waar ook raadsbreed, denk ik, heel duidelijk een signaal gegeven wordt dat dat niet had moeten gebeuren. Te meer, en sluit aan bij de woorden van de Jonkhans, dat er het gevoel heel sterk komt dat de optie die de raad graag zou willen is aan de spreker voor mijn beurt, bij de haven alles in één keer onderbrengen, daar ben je mee klaar. Want u hebt zelf al een persbericht doen laten uitgaan op 11 april volgens mij, dat u zelf al voornemens was om nog wat aanlegplaatsen voor bootjes te maken. Wij lezen allerlei flarden van dingen. En we hebben heel duidelijk gehoord in de eerdere beraadslagingen dat de gesprekken met de WSW en de Kamervereniging in ieder geval niet constructief zijn gevoerd met een oplossing om te komen tot een multifunctioneel gebouw, een oplossing die bij ieder ander wel geldt. Er komt nog bij dat u volstrekt gelijk heeft dat de bestemming daar ruimte laat, maar uw voorganger heeft ook eens aangegeven dat die bestemming ruimte laat voor een hotel. En nou kom ik even weer terug op mijn eerdere opmerking, te zeggen constructie. En die zou je gelijk toch mee moeten nemen, want u zei al, ja, kennis van toen, u gaat het nu weer doen, de erfpacht. En stel nou voor dat over 5 jaar de hotelier zich meldt om daar weer een hotel te brengen, dan bent u weer in hetzelfde bootje aangeland. Om het zo maar te zeggen. Dus uw voorstel is misschien onaardig, maar het neigt heel erg naar, ik kom weer uit waar we nu staan. Want dat is voor uw snelheid namelijk het beste traject. En ik denk dat u daarbij dan de raad geen recht doet. Want het signaal dat hier duidelijk aangegeven wordt, is dat we graag een multifunctioneel gebouw willen. Eentje op een goede locatie waar iedereen zich in kan vinden. En het lijkt dat alle parameters ook van de betrokkenen die kant ook opstaan. Omdat ze ook zeggen dat ze dat zelf prima willen. Nee, voorzitter, het signaal van de raad, en daar ben ik ook mee begonnen, is mij volstrekt helder. U wilt duidelijk de koppeling zien tussen de kanonvereniging, de WSV en het liefst ook nog een stukje openbaar gebruik. En de combinatie daarvan, om dat eens te onderzoeken, ook op alternatieve locaties. En ik heb alleen aan willen geven, ik begrijp dat signaal, ik ga ermee aan de slag. Ik wil ook als bestuurder eens een keer die gesprekken voeren, want daar heb ik tot nu toe nog niet de kans voor gehad. Alleen ik zou wel ook ten behoeve van het CPO-project, wat een initiatief is wat wij met z'n allen hier omarm hebben, wel de tempo erin willen houden. Dus ik wil graag wel dat er voor de zomer een besluit komt. Dat is ook wat ik u in die zin voorstel. En dus de wat in het amendement opgenomen is over vertraging is niet helemaal datgene wat overeenkomt met de overweging. Maar goed, dat zij dan zo. En als u dit vaststelt, zonder krediet, dat betekent dat het voor nu even zeg maar, een onhold situatie is. Maar goed, dat is aan uw raad. Voorzitter, kan de portefeuillehouder aangeven wat hij van krediet nodig heeft? Nee, sterker nog. U zou mij met krediet voor tijdelijke huisvesting niet helpen, omdat ik voor de vereniging geen zicht kan bieden op een permanente locatie. U legt een link met een onhold en krediet. Wat van krediet heeft u nodig om het CPO-initiatief niet te frustreren? Nou, het liefst zou ik dan nu 577.000 euro in ontvangst nemen, maar dat past niet bij de ambities van uw raad. Goed zo. Volgens mij komen we erop uit, heer Odink, dat datgene wat u graag in oktober wil, of voor oktober, dat ik dat graag voor de zomer zie. Maar daarbij zou ik zeggen, houd het raadsvoorstel zoals het nu is aan. En laten we dan de situatie opnieuw bekijken. En volgens mij zegt u van nou, laten we maar op stemming aankomen. Het amendement biedt u alle mogelijkheden om voor de zomer, zeg maar. Ik stel voor dat we, de punt is duidelijk, heer Rodi. Ik stel voor dat we de vergadering, de heer Brink had gevraagd om een schorsing. Ik denk dat het goed is om de vergadering even te schorsen. Daarbij ook even goed alle belangen af te wegen die hier in het spel zijn, want dat zijn er heel veel namelijk.
Die beperkt zich niet tot particuliere initiatiefnemers of verenigingen. Ook een waterschap heeft daar nog iets over te zeggen. En dat zal ook meegewogen moeten worden. De vergadering is geschorst. Heeft u voldoende aan 5 minuten? 10 minuten. Dames en heren, ik verzoek u om uw plek opnieuw in te nemen. Dan vangen wij de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 opnieuw aan. Aan de orde is agendapunt 6, verplaatsing kanovereniging Hardenberg-Vechdal. En dat allemaal in verband met de realisatie van een CPO-initiatief op die plek. Om daarmee het centrum stedenbouwkundig te kunnen afronden. Er was om een schorsing gevraagd door de heer Brink van de CDA-fractie. Eerste termijn is achter de rug. Wat vragen gesteld. De wethouder heeft in reactie op de eerste termijn aangegeven bereid te zijn om nader onderzoek te doen. En verzocht u het voorstel aan te houden in afwachting van. Daarop is inderdaad schorsing aangevraagd. En ik wil als eerste het woord geven aan de heer Brink. En dan maken we vast een nieuwe ronde. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben net nog even met elkaar overleg gehad over hoe we het amendement nou duiden en hoe het naar voren ging. Een paar dingen. Kijk, qua locatie, er is op dit moment in principe een definitieve locatie, dus de Moldergoot. Alleen wat wij zeggen, gaan we nog eens een keer goed onderzoeken of er nog alternatieven zijn. En zo ja, welke initiatieven dat zijn en breng dat voor ons als raad inzichtelijk. Probeer daarnaast de samenwerking te zoeken met zowel de kanovereniging als met bijvoorbeeld de WSV. Om te kijken naar gemeenschappelijke invulling. En zet daar druk achter om het voor de zomer af te ronden, zodat het CPO-initiatief door kan gaan en ook doorgaat. Als dat de strekking is van het amendement, en daar mag meneer Oling wat mij betreft ook iets over zeggen, dan is het wat ons betreft akkoord. Akkoord. Dat is, ik stel voor om even de heer Oling het woord te geven, wellicht dat anderen ook nog iets willen zeggen. Nou voorzitter, we denken inderdaad dat de strekking van het amendement datgene is. Dus er is zicht op een locatie, maar ja, anders val ik in de herhaling, dat ga ik niet meer doen. Dus de strekking is duidelijk en we zijn ook in die zin voornemens, ook nog steeds unaniem overigens, en dat is wel weer fijn, om in te dienen. Akkoord. Anderen niet nodig, dan is dat volstrekt helder. Ik kijk nog even in de richting van het college. Heeft nog behoefte om te reageren? Nee. Akkoord. Dat is duidelijk. Daarmee gaan we eerst stemmen over het amendement en dan over het voorstel. Het amendement houdt dus in dat u college verzoekt om nader onderzoek te doen. De kredieten intrek, zeg maar, die vallen weg. Dat het ook duidelijk mag zijn dat er geen geld voor is om daar wat te doen op dat vlak. En in oktober terug te komen met een voorstel bij het college. En dat het CPO daarmee ook niet voor oktober door zal gaan. Het amendement, voorzitter, ik constateer. Voorzitter, ik wil toch enig bezwaar maken. U bent wel enigszins suggestief bezig. Ik zet de feiten op een rijtje, heer Stelpstra. Nee, want de portefeuillehouder heeft gezegd dat hij voor de zomer al wil komen met een voorstel. Dus u suggereert alsof het CPO niet voor oktober kan beginnen. Ik verwacht dat de portefeuillehouder voor de zomer met een prachtig voorstel komt. We zullen zien of dat gaat. Ik constateer wel dat er geen kredieten beschikbaar zijn. Dus dat in ieder geval op zijn minst al een hindernis is. Als dat nodig is. Maar laten we stemmen over het voorstel, het amendement, heer Stelpstra. Dat lijkt me voldoende. En ik constateer dat alle fracties hier aanwezig voor aanneming zijn van dit amendement. En daarmee is het amendement aangenomen. En dan gaan we naar het voorstel zelf. Verplaatsing van de kanovereniging Hardenberg-Vechdal. Vraag ik u, is nog behoefte aan een verdere stemverklaring op dit onderdeel? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met inachtneming van het amendement de overige zaken uit het voorstel? Dat is het geval. Alle aanwezigen hier stemmen in met het voorstel zoals het voor ligt thans. Daarmee is dit besluit genomen. En dat brengt ons bij agendapunt 7. De ontwikkelafspraken en garantstelling voor de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg. Wie mag ik daarover het woord geven? CDA-fractie, ChristenUnie, GroenLinks. Opkoers.nu en de Partij van de Arbeid. Allereerst de fractie van het CDA, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Saxenburg-groep heeft al langere tijd de wens om een nieuw ziekenhuis te bouwen in onze mooie gemeente Hardenberg. In maart 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad een machtiging afgegeven
voor een garantstelling van maximaal 1 miljoen. En nu de plannen wat concreter zijn en er ook meer duidelijkheid is over de financieringsstructuur, vraagt men de garantiestelling te verhogen tot een maximum van 3 miljoen euro. De gemeenteraad is in de afgelopen periode diverse keren geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Zo ook tijdens een presentatie die wij 2 weken geleden bij mochten wonen. Deze presentatie zorgde toch wel voor enige verwarring, aangezien de gepresenteerde cijfers niet 1-op-1 overeenkwamen met de cijfers in het raadsvoorstel. We zijn blij met de memo die wij vorige week hebben mogen ontvangen, waarin verschillen worden geduid en daarnaast de impact op het weerstandsvermogen wordt aangegeven. Dit zijn cijfers waar het CDA goed mee kan leven. Maar laat 1 ding duidelijk zijn. Het CDA is een groot voorstander van een nieuw ziekenhuis voor onze gemeente, dat op verschillende terreinen een positief effect zal hebben. En op basis van die cijfers geven we dan ook graag de garantstelling voor 3 miljoen euro af. Wij blijven ook in de toekomst graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw en zien de plannen rondom de infrastructuur met veel belangstelling tegemoet. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat mijn weg hier naartoe langer zal zijn dan mijn bijdrage. Ik heb al aangegeven dat wij het ziekenhuis van levensbelang voor deze gemeente vinden. Wij kunnen dan ook van harte instemmen met de garantstelling of de borgstelling. En wij zien uit naar de nieuwbouw van een prachtig ziekenhuis voor onze gemeente. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Fractie van GroenLinks, de heer Boshoven, wordt eerst volgens mij vanaf het spreekgestoelte. Dus dat is toch iets van een medespeech, volgens mij. Nee, klopt, voorzitter. En dat over het onderwerp ziekenhuis. Nou, en het ziekenhuis is natuurlijk ook ontzettend belangrijk voor onze hele gemeente. Met hun ontzettende werkgeversfunctie en de streekfunctie die ze ook hebben. Zorg dichtbij is ontzettend belangrijk, daar hoeven we het niet eens meer over te hebben. En dit betekent voor de fractie van GroenLinks ook dat we garant moeten staan. Want dat is simpelweg de consequentie van het belang hechten aan het ziekenhuis in de nabijheid. Het huidige gebouw voldoet niet meer. Het personeel kan niet meer effectief werken en het comfort voor de patiënten is onvoldoende, zoals we ook hebben kunnen horen in de presentatie van Saxenburg enige tijd geleden. Het bedrag waarvoor we garant moeten staan komt volgens de fractie van GroenLinks ook overeen met het belang voor de gemeente en voor de streek. Daar zullen wij instemmen. Akkoord, dank u wel. Dat brengt ons bij de fractie van Op Koerspunt nu. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De ontwikkelingsafspraken en de garantstelling voor de nieuwbouw van het ziekenhuis in Harderberg. De fractie van Op Koerspunt nu staat positief tegenover deze nieuwbouw. De aanvulling die u als college heeft gegeven in de memo naar aanleiding van de raadsbijeenkomst van 8 mei jongstleden, ten eerste de verklaring tussen de cijfers in het voorstel van de gemeente en de gehanteerde cijfers in de presentatie van de Saxenburggroep, ja, dat was wat vreemd dat deze niet overeenkwamen. Wat toch bij ons enigszins een gevoel van onbehagen gaf. Ten tweede de impact van de garantstelling op het weerstandsvermogen. Wij gaan ervan uit dat de Saxenburggroep de garantstelling niet nodig zal hebben. Zo positief zijn wij wel. En we vinden het risico op het gebruik van de garantstelling niet te groot. En als het niet groter zal zijn dan die 30%, dan kunnen wij instemmen met dit raadvoorstel. Wel willen we dat ons college er bewust van is dat ook de communicatie tussen de partijen goed blijft en goed onderhouden blijft en wanneer het nodig is de raad vroegtijdig in kennis stelt van hoe het een en ander zal verlopen. Dus wat Op Koers betreft geven wij de 3 miljoen garantiestelling. Akkoord, dank voor de bijdrage van Op Koers. Nu tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonghans. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij omarmen ook dit initiatief. Belangrijk dat deze voorziening hier mee voor Harderberg bewaard blijft en ook weer een nieuwe toekomst krijgt. In een van de vorige perioden was het nogal een gedoe over de goedkeuring van de provincie in dat. En ook nu heeft de provincie vragen gesteld over deze garantstelling in het kader van de financiële positie.
En daarbij was de vraag van, is het voldoende afgedekt? Nu heb ik in de stukken het antwoord op die vraag niet kunnen vinden. En wat zou dat nou betekenen in een worst case scenario? En als dat naar de tevredenheid beantwoord is, dan overwegen wij hier wel mee in te stemmen. Maar we zouden dit toch nog graag even willen weten. Akkoord, dank u wel. In de staat nog een vraag voor het college. Kijk even naar de heer Breukelman vanuit de Financiën. De memo is gestuurd, daarin is iets gezegd over de algemene reserve. De provincie heeft daar volgens mij ook richtlijnen voor. Ja, in die zin is het antwoord eigenlijk in grote lijnen al gegeven, voorzitter. Waarvoor dank? Ja, inderdaad, de garantstelling. Dank voor de brede steun in uw raad voor, voor deze prachtige ontwikkeling. Ik ga er toch eentje door vanavond. Voor wat betreft het weerstandsvermogen, dat heeft u ook kunnen zien in de memo. Ja, worst case scenario, dan hebben we het natuurlijk over het feit dat de hele garantstelling dan een achtergestelde lening wordt. In de systematiek die we daarvoor gebruiken, hebben we u ook voorgelegd. Hè, dat is het Monte Carlo systeem van de risico's. Daaruit blijkt dan, zeg maar, als je 30% neemt van de mediaan van de investering, dan kom je op €450.000. Neem je de beheersmaatregel erop, namelijk het feit dat de achtergestelde lening dan zou worden, hè, in het geval van de garantstelling. En dan wordt dat gekwalificeerd op 3 ton. En die zal dus ook onderdeel gaan uitmaken van, van de som van de risico's waartegenover wij het weerstandsvermogen plaatsen. Dank u wel. Akkoord. Ik kijk even naar de fractie van de Partij van de Arbeid of dat voor dit moment voldoende is. Dan wil ik voorstellen om over te gaan tot stemming over dit voorstel. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel? Als ik de bijdrage in eerste termijn hoorde, dan is dat een volmondig ja. En inmiddels ook van de fractie van de Partij van de Arbeid en de andere fracties die niet aan het woord zijn geweest, maar dit voorstel wel steunen. En daarmee is de garantstelling voor het ziekenhuis unaniem in deze raad aangenomen. Dank voor die besluitvorming. En we wensen het ziekenhuis veel succes bij de verdere realisering van de nieuwbouw. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agendapunt 8, behoefte aan een stemverklaring. In ieder geval kunt u instemmen met het coördinatiebesluit natuur- en wateropgave voor de Vecht. Akkoord, akkoord. Agendapunt 9, het verleggen van het rioolleiding in Balkbrug. Klimaat robuust maken van de omgeving van de tunnel in Balkbrug die aangelegd wordt. Behoefte aan een stemverklaring. In ieder geval, u kunt instemmen zoals u hier aanwezig bent. Akkoord. Aanwezig hier. Stemmen in met dit voorstel. De ingekomen stukken. Agenda punt 10. Raadsvergadering de dato 22 mei. Akkoord met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Dan zijn wij toe aan agenda punt 11. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. De heer Gelling. Ja, voorzitter, heel kort wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen of de vernielingen bij het pontje in de, bij de Zwiezenborg uw aandacht hebben. Verschillende mensen uit Gamsbergen hebben ons daarvoor benaderd. Ook meneer Van den Berg, interessant om te weten. Maar maken zich serieus daar zorgen over en het irriteert natuurlijk dat het voor de tweede keer al ernstig vernield is. Dus de vraag of u het op uw netvlies heeft en of daar wat aan gedaan gaat worden. Ja. Dus de portefeuille handhaving hoor ik massaal roepen vanuit het college achter mij. Nee, het staat op ons netvlies, het is uitermate vervelend. Niet in de laatste plaats omdat het ook mijn fietsroute is, zeg maar, die ik uiterst beperkt gebruik overigens. Maar het is heel vervelend. En we hebben onze aandacht voor in de zin van reparatie, maar ook kijken hoe kunnen we dit voorkomen. En laten we hopen dat het voorkomen wordt. Ja. Akkoord. Andere voor de rondvraag nog niet het geval. Dan zijn we toe aan de sluiting van deze vergadering. Ik dank u voor uw inbreng van deze middag en avond. We hebben weer forse besluiten genomen. De vergadering is gesloten. Nog een hele fijne avond gewenst.